Hallo jongens van Black Dragons 9, nog wat, mijn fruit. Ik ben de Jordan YouTube en ik ben vandaag een gastrol op dit kanaal. Ik ben echt heel erg dankbaar voor, alvast bedankt. Black, ik weet niet hoe je het echt heet, maar mijn fruit. Het is een gastrol, dus ik moet mezelf voorstellen. Maar ik vind het niet echt leuk om een gastrol te maken en weer helemaal over mijn kanaal te gaan hebben. Dat doen gewoon de meeste mensen. Ik vertel het gewoon even heel kort, even 30 seconden, 10 seconden, maakt niet uit. En dan ga ik gewoon een onderwerp vertellen. Want dat trekt gewoon de meeste kijkers meer aan. En anders is het gewoon saai om na te kijken. Nou, ik ben de Jordan YouTube. Ik heb nu 581 subs ongeveer. Volgens mij, ja. En ja, ik upload Call of Duty en Let's Plays. Nou, Let's Plays upload ik niet. Staat helemaal nergens op waar ik het zeg. Waarom zeg ik het? En ik upload ook gewoon montages. Ik ga ook beginnen te kort een race montage uploaden. Want ik race heel vaak op de Xbox. Ik speel de Xbox trouwens. Ik heb eigenlijk een clan daar. Ik heb niet eigenlijk een clan, maar ik zit in een clan. Waarvoor ik de site heb gemaakt. Dus dat wil ik jullie ervan zeggen. Maar nu alvast de tips. Nou, de eerste tip is, speel jouw game mode. Speel jouw game mode. Ja, dat klinkt heel erg goed in Nederlands, maar dan weet je uit. Nou, je moet vooral een eigen game mode vinden, want surf voor je Rusky Gaming of King the Ball, dus King the Ball, staat helemaal nergens op. Ball van de King, die zegt dan, ja, je moet Shirt in the Sword spelen omdat ik daar goed in ben. En hij zegt, omdat hij daar goed in is, raadt hij andere mensen ook aan. Oké, heel leuk. Het kan werken inderdaad. Maar hij heeft een hele andere speelstijl waarschijnlijk dan jou. Hij maakt veel meer kills in Search and Destroy dan jou, of hij defused en plant bommen terwijl jij dat dan niet doet. Dus dat heeft dan geen werking. Dus je moet eigenlijk gewoon zelf op zoek gaan naar jouw game mode en niet van filmpjes kijken van hoe je snel level praat. Kijk ook naar zo'n filmpje, maar dit is gewoon een ander tip dan. Want in de meeste filmpjes is van, doe speel hardpoint, speel confirmed. Oké, dat klopt ook wel, want het gaat gewoon heel snel level up daardoor. Maar ik raad je gewoon aan op iedere game mode 5 matches spelen en kijken waar je score per minute het hoogst is. Want als je score per minute bij Demolition hoger is dan bij Search and Destroy, dan moet je dus geen Search and Destroy spelen. Of je wilt gewoon niet snel level up. Als je niet snel level up wilt, dan moet je dat gewoon helemaal, moet je gewoon Search and Destroy spelen dan. Of de Kun Game. Nou, Sharpshooter, ga je ook wel snel level up. Want als jij de hele tijd leven blijft en gewoon dubbel exploits, dubbel points gaan krijgen, dan kan je echt gewoon 10.000-20.000 points per 5 minuten verdienen. En dat is gewoon echt ontiegelijk veel. Om mee te doen, heb ik ook 14.000 punten, 20.000 punten. En dat is nog in 10 minuten. Dus als je er 5 minuten kan krijgen, heb je al 40.000 punten in. Even kijken. 2, wat zijn het nou? 10 minuten, ja. 10 minuten. Ik moest even rekenen, want mijn rekenkunst zijn niet helemaal geweldig. De tweede tip is, speel met vrienden. Want als zij goede killstreaks kunnen halen, zoals UV, Count UV en wat die andere Orbe 4 zet, dan profiteer jij er ook weer van. Want jij kan ze weer gebruiken en dan kun jij gewoon weer makkelijk kills maken en de objective pakken, want dan weet je waar ze zijn. En zet de score streaks, UV, Count UV en een random andere score streak voor die Orbe 4 zet in. Want als je dat doet, dan krijg je 10 punten per assist. Daar krijg je geen 10 punten per assist, maar dan krijg je 10 punten assist. En dan als zij een kill maken, krijg je 10 punten assist. Dus dat werkt gewoon echt voor. Ja, het werkt gewoon echt heel erg goed. Want als zij gewoon 30 kills maken, dan heb je al 300 punten aan assist. En het is gewoon gratis. Jij doet niks, zij doet iets en jij krijgt punten. Dus het is gewoon een win-win situatie. Nou, eigenlijk doe jij niks. Ja, het is gewoon, nou, zij krijgen geen iets, dus het is geen win situatie. Het is gewoon een win situatie, ja. Dus alleen jij profiteert ervan. Hij profiteert er ook weer van. Maar maakt allemaal niet uit. Als jullie nog tips hebben of tricks, zet het gewoon in de reacties hieronder. En ik hoop dat jullie deze gastrol leuk vonden. Het was een hele kleine gastrol. Maar mijn ouders kwamen er even binnen. Iemand kwam weer de trap omhoog lopen. En ik kon er gewoon niet meer tegen. Ja! Ik kon er gewoon niet meer tegen, want ik werd de hele tijd geroepen. Dat is nu. Ik word nu alweer geroepen. Maar dat maakt niet uit. Want de commentaar zit. Ja! Ja! Oké, dankjewel. Daar werd ik weer geroepen, dus. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat jullie gast wel leuk vonden. En ja, misschien tot de volgende keer. En misschien wel op mijn kanaal. En sorry voor het laatste stukje dat ik geroepen werd. Het gebeurde alweer helaas. Maar ik ga het weer helemaal opnieuw doen. En ja, doe een duimpje omhoog. En als je geen, doe maar geen dislike. Want dan verpest je niet mijn kanaal, maar zijn kanaal. En dat is natuurlijk niet leuk, want dan krijg hij dislikes omdat mijn gast wel slecht is. Maar ja, later. En tot de volgende keer.